Nou, welkom iedereen bij een nieuwe vlog, meerdere korte vlogs, waarbij ik jullie ga meenemen tijdens de Dutch Open. En ik ben nu bij RTC training aanwezig en hebben ze een reactiespel of een reactie warming up gekregen waarbij ze de tafeltennisbal moeten vangen. Stel jezelf voor. Hoi, ik ben Joëlie Regidé. En trainer bij de RTC Almere. En jullie zijn hier nu bezig tijdens de Dutch. Hoe is het so far? Vroeg. Nee, maar superleuk. Je ziet ook aan de opkomst van de kinderen. Ja. Hele grote opkomst. Ze hebben er zin in en we zijn vandaag bezig met een stukje wedstrijdvoorbereiding. Hoe bereid je voor op de wedstrijd? Wat doe je? Ja. We zijn nu bezig met een stukje alternatieve van vierkante meterwerk, weinig ruimte en dan je rond verzorgen. Oké, en waarom is dat zo belangrijk? Oh, is ontzettend belangrijk. Je moet goed voorbereid zijn voor de wedstrijd. Ja, ben je dat dus niet, dan sta je al gelijk 5-0 achter in de wedstrijd. Dus een warm-up is zo belangrijk. Het kan heel saai zijn, wat sommige mensen denken, maar maak het ook leuk. Ja, lopen. Hey, zo. Okay. Wat ben jij dan? Dit jaar? Nee, ik ben 13 jaar oud. Ja, mijn naam is Siha. Ik ben ook 13 jaar oud. En ik speel voor RTC Eindhoven. En welke RTC zit jij? Almere. En jij? Ik ben Anissa, ik ben 13 jaar en ik speel bij RTC Arnhem. Oké, en wat vinden jullie tot nu toe van de training die jullie hebben gehad? Ja, het is wel leuk, je moet ook goed nadenken, want je moet ook een plan hebben en we moeten het positief houden. Wat vond je van de oefening waarbij je je hoofd naar beneden moest doen? Ja, ik vond dat niet zo heel fijn. Okay, en, maar wat leer je daarvan? Ja, eigenlijk meer de houding van hoe je op het veld komt. En van wie zijn jullie fan van Team NL spelers? Mark. Mark al jou? Ja. Ja. En jij? Ja, ik kan ook van de dames doen, Alissa. Alissa? Ja, ik denk dat Robin. Dat vind ik wel goed. Robin Tabeling. Ja. Oké. Okay. Nou, die staat nu op de baan, dus ik ga weer even terug en kijken hoe ze het doen. Maar bedankt voor jullie tijd. Ja.